Universiteit van Nederland. Ik geloof dat zo goed als iedereen ritmegevoel heeft. Dat merken wij niet direct als we mensen op straat vragen om mee te trommelen met een nummer. Heeft u ritmegevoel? Nee. Meestal zijn mensen heel negatief over zichzelf. Als je vraagt, ben je muzikaal? Zegt iedereen meteen nee. Heb je ritmegevoel? Zegt iedereen meteen nee. Dit is Henk-Jan Honing en hij onderzoekt aan de Universiteit van Amsterdam hoe ons brein muziek verwerkt. Het verrassende is, als je die mensen die dat zeggen in het lab vraagt en twee ritmes laat horen, kunnen ze wel degelijk verschil horen. En volgens hem kan dus iedereen de regelmaat in muziek herkennen. Wereldwijd is er maar bij 6 mensen aangetoond dat ze niet het verschil horen tussen allerlei ritmes. Als ik het preciezer maak, zeg maar dat horen, de beat horen, dat heet maatdoof. Dus het niet, zeg maar geen verschil kunnen horen tussen een max. En een wals. En het verschil tussen die twee hoorde jij waarschijnlijk wel. Goed nieuws dus, je bent niet maatdoof. Maar mocht je dit verschil echt niet hebben gehoord, laat het dan weten, want dan ben je een super interessant proefpersoon voor Henk-Jan. Goed, iedereen heeft dus maatgevoel, maar hoe komen we daaraan? Ik had eigenlijk gedacht dat het eigenlijk allemaal aangeleerd was. En met hem dacht vrijwel iedereen dat, de hele wereld. Totdat er in het hoofd van Henk-Jan een vraag oppopte die een revolutie zou starten in de muziekwetenschap. Is het iets wat van nature zich ontwikkelt en wat actief is op dag 1? Of is het iets wat zich later in je leven, omdat je ouders je wiegen of omdat ze met je dansen, dat ontwikkeld wordt? Is maatgevoel dus aangeboren of aangeleerd? Om die vraag te beantwoorden deed hij onderzoek naar mensen die nauwelijks iets aangeleerd kunnen hebben. Baby's, van pas een paar dagen oud. En wat hij toen ontdekte is dat zij het feilloos doorhebben als je iets heel kleins aan de maat verandert. Die pasgeboren baby's die maakten dat verhaal wel anders voor mij. Waarom is een baby van 1 dag oud verrast als je de eerste tel van de maat weglaat? Dat is heel raar. Die rare bevinding leek erop te wijzen dat onze aanleg om de maat te horen biologisch is. En sindsdien stapelen die bewijzen zich op. Zo deed hij ook onderzoek bij apen die, zo bleek, een onbedwingbare neiging hebben om te bewegen op muziek. Daarover straks meer, maar eerst terug naar de mensen op straat. Daar zaten er een paar tussen die best veel moeite hadden met trommelen op de maat. Het drummen is best lastig, dan moet je oefenen. Iedereen kan het horen in ieder geval. Het doen, dat is wat anders. Dat is acrobatiek, hè? Dat heeft met je motorische systeem te maken. Dus er komen een heleboel processen bij kijken die allemaal roet in het eten kunnen gooien. En sommigen hebben duidelijk iets meer geoefend met die acrobatiek. Ik speel al denk bijna mijn hele leven percussie in verschillende bands, dus ik moet wel wat ritmegevoel hebben, denk ik. Daarom focussen wij in ons onderzoek vooral op het luisteren. Dus je doet vooral luistertestjes, daar hoef je niks voor te doen, je hoeft alleen maar te zeggen, is het hetzelfde of niet? Als we de mensen op straat vragen of de piep op of naast de beat zit, horen ze het inderdaad bijna allemaal. Ja, daarnaast. Nee. Op en off, maar het leek meer off. En wat denk je bij het volgende fragment? Ja, deze wel. Op. Dit is zeker op. Henk-Jans onderzoek gaat over hoe je deze muziek verwerkt in je brein. En wat valt er nou in het brein van deze ritmische wonders te zien? Hij pakt het breinmodel erbij om het uit te leggen. Ja, dank aan Erik Scherder, hè, voor het lenen van zijn hersenen. Ja, het interessante van muziek is dat zo'n beetje het hele brein betrokken is bij het luisteren naar muziek. Maar bij ritme, waar we het over hebben, is het vooral de auditieve cortex. Dat zit aan de zijkant, beide kanten. En de motorische schors die aan de bovenkant zit op je hersenen. En de verbindingen daartussen, dat zit hier vrij diep in die hersenen, tussen die motorische schors en de auditieve schors, dat lijkt centraal te zijn bij het luisteren naar ritmes en het maken van ritmes. Ons ritmegevoel. En voor zijn onderzoek naar baby's kwam die kennis over het brein ook van pas. Ja, met baby's, zeker pasgeboren baby's, daar kan je geen vragen aan stellen. Je kan het ook niet zien aan hun gedrag, hè, of ze iets wel of niet mooi vinden of iets spannend vinden klinken of niet. Maar wat we doen was een methode die steeds meer gebruikt wordt
Dat is zeg maar EEG gebruiken. Dus dan plak je elektrodes heel voorzichtig op die schedel van die pasgeboren baby. Of je gebruikt een soort badmuts waarmee je de hersenactiviteit meet van de baby. Ze luisteren dan op een open koptelefoon luisteren ze naar drumritmes. En dan eens in de zoveel tijd veranderen we een noot in dat drumritme. Iets wat je dan niet verwacht, wat onverwacht klinkt. Dit nummer liet hij horen aan de baby's. En zoals je zult merken, valt soms de beat even weg. Let op, het is subtiel. Ja, dat was hem. En dat is nummer 2. Je hoort daar heel hard niks. Want je verwacht, daar gebeurt wat. Maar dat gebeurt daar op dat moment niet. En je krijgt dus wat we noemen een luide rust. Dat is, dus je hersenen zijn actief een voorspelling aan het maken. En dan hoor je opeens niks. En dat valt je dan heel erg op. Dat komt omdat je gehoorschors stiekem keihard aan het werk is. Terwijl jij heel rustig aan het luisteren bent. We denken dat de auditieve cortex, de gehoorschors, zeg maar, die hier zo aan de zijkant zit. Dat die de hele tijd die luistert. Maar die maakt ook de hele tijd voorspellingen. Die denkt ook de hele tijd van, oh, dat gaat gebeuren. Oh, het gebeurt, ja. Oh, het gebeurt, nee, het gebeurt niet. Hé, dat is raar. Hé, het gebeurt niet. Hé, dat is raar. Dus ons brein over het algemeen is eigenlijk de hele tijd maar voorspellingen aan het maken. Als die voorspelling niet uitkomt, zoals in Henk Jans baby-experiment, dan ziet hij dat terug in de hersenactiviteit. Dat meten we dan en dan zie je bij noten die verwacht zijn, zie je dat het hersensignaaltje een beetje vlak blijft. Maar noten die of ritmes die onverwacht zijn, dan zie je in het hersensignaal zie je een negatief piekje. De hersenen laten zien van, hé, ik had een verwachting. Die verwachting wordt geschonden. Dat is vreemd. En dan weten we, oh, nou, die baby die luistert dus. En de verwachting van die baby is geschonden. En zo kan je in ons geval meten of ze maatgevoel hebben. Zo stelden ze vast dat ons maatgevoel ook biologisch geregeld is. Aangeboren dus. En dan kan je gaan afvragen, of moet je gaan afvragen, van waarom hebben wij dat? Is dat iets wat uniek is voor mensen? Is dat voor onze soort heel belangrijk? En je kan zelfs vragen, van, nou, misschien delen we dat met andere dieren. Misschien is het voor andere dieren ook belangrijk. En waarom dan? Als je nou een aap denkt, dan kan je daar dus hetzelfde experiment doen. Pakt een paar elektrodes op het hoofd en je laat ze dezelfde ritmes horen. En je kan meten of zij ook maatgevoel hebben. Dus dan kunnen we die vraag beantwoorden of maatgevoel nou uniek menselijk is. Wel biologisch, maar waarschijnlijk uniek menselijk. Of dat het iets is wat we met een andere primaat delen. Nou, omdat je verwacht dat dingen die biologisch zijn, dat die zich gradueel ontwikkelen binnen een soort. En gradueel is zeg maar dat stapje voor stapje, zeg maar, je zo'n eigenschap verwerft. En dat zo, zeg maar, dat je dat in ieder geval met een aantal andere diersoorten deelt die aan jou verwant zijn. Daarvoor gaan we ver terug in de tijd. 23 miljoen jaar geleden deelden we een voorouder met de makaken. Een aapsoort waar hij dezelfde test mee deed als met de baby's. En daar kwam uit dat die apen geen maatgevoel hadden. Niet wat ik verwacht had. Dus toen was ik weer heel teleurgesteld. Mag natuurlijk niet, maar dat was onomstotelijk. Dan maar iets minder ver terug in de tijd. 6 miljoen jaar geleden. Toen deelden we een voorouder met de chimpansee. En wat blijkt? Dat chimpansees ook spontaan gaan meebewegen als ze ritmische muziek horen. Dus hebben ze dezelfde ritmes laten horen als de baby's. En dan zie je dat sommige chimpansees, die gaan gewoon spontaan zo heen en weer bewegen. We hebben zelfs veel materiaal van een chimpansee, een mannetje chimpansee die zijn voet gaat tappen. Een verklaring voor het feit dat de makaken het niet horen en chimpansees wel, ligt volgens Henk Jan in de hersenen. Ja, die hersenen die lijken heel erg, van makaken lijken heel erg op die van ons. En die structuren lijken ook heel erg op elkaar. Ze hebben ook een motorische cortex, ze hebben ook een gehoorschors. Maar kennelijk zijn die verbindingen tussen die gebieden, die zijn zwakker bij makaken vergeleken met mensen. En dat is, denken we, op het moment de verklaring waarom makaken geen maatgevoel hebben en mensen wel. En chimpansees? Zij hebben een iets sterkere verbinding dan die makaken, maar minder sterk dan die van mensen. En dat zegt dat het iets is wat zich dus inderdaad gradueel heeft ontwikkeld. Oh, in de geschiedenis, dus de gemeenschappelijke voorouder van chimpansees en mensen, die hadden die eigenschappen waarschijnlijk ook. En dat betekent dat er een bepaald evolutionair voordeel moet geweest zijn. Het zou een adaptatie kunnen zijn aan waardoor we als soort hebben overleefd. En dan wordt het voor mij heel spannend. Want hoe kan iets als maatgevoel, een van de basiselementen van muziek, ons meegeholpen hebben om te overleven? Ja, daar denk je niet over na als je lekker staat te dansen bij een concert. Er zijn een heleboel theorieën over het nut of over het evolutionaire nut. Maar één is bijvoorbeeld dat muziek maakt dat we ons meer een groep vinden of voelen.
Dus dat zou in het verre verleden ook een belangrijke reden geweest zijn waarom sommige groepen beter overleefden dan anderen. Want ze maakten muziek samen en dat hield de groep bij elkaar. Mensen zorgden beter voor elkaar. Bijvoorbeeld bij een popconcert heb je datzelfde effect. Hè? Als je met z'n allen staat te dansen op dezelfde manier, dan voel je je één ding haast. En dat gevoel, dat effect is heel sterk. En dat is een van de theorieën die zegt van, dat heet de social bonding hypothesis. De capaciteit voor muziek en muziek zelf er nog steeds is, omdat dat daar zo goed in is. Dus een andere hypothese, eigenlijk baseert op hetzelfde idee, waar ook maatgevoel centraal in staat, is dat het een manier is van coalition signaling. Dus het is een manier om je als groep te laten zien, wij horen bij elkaar, maar ook met het doel om te laten zien tegen een andere groep, pas op, want wij kunnen heel goed samenwerken. Wij zijn één, waar de ene theorie zegt van het is om de groep bij elkaar te houden, zegt de andere theorie, het is een manier om je af te zetten tegen de andere groep. Of het nou is om ons af te zetten tegen de een, of ons te verbinden met de ander, de biologische basis voor maatgevoel, die lijkt er dus echt te zijn. Heeft u toch wel ritmegevoel dan, denkt u? Ja. Maar dat wil niet zeggen dat alle ritmes ook heel natuurlijk aanvoelen. Nou, er zijn Afrikaanse ritmes waarvan ik denk, ho. Mocht iemand nou ooit nog zeggen dat je geen gevoel hebt voor maat, stuur ze dan vooral even deze aflevering door. Yo, tot de volgende!